Havenliefhebbers, vandaag gaat het over de natuur. Het gaat over fauna en in het bijzonder over vogels. Als ik zeg de kuifeend, de bergeend, de brandgans, de nijlgans, de lepelaar, nou dan zal er nog niemand hoeven te passen, denk ik. Daar kun je wel een beeld bij vormen. Maar als ik naar een tweede rijtje ga met de groenpootruiter en de blauwborst, nou dan zullen er vast een aantal afhaken. Overigens, de blauwborst, dat is een neefje of een nichtje van de nachtegaal. Welkom, leuk dat je naar mijn vlogs kijkt. Ik sta weer op de Maasvlakte vandaag, vlak bij de Vogelvallei. En wat hebben al die vogels nou gemeen waar ik het net over had? Ze komen allemaal voor op de Maasvlakte. Hoe ontstaat nou een vogelvallei midden tussen de industrie in een havengebied? Nou, het is iets meer dan 5 jaar geleden dat het havenbedrijf Rotterdam samen met het bureau Stadsnatuur Rotterdam en een aantal regionale en landelijke belangenpartijen het plan opvatte om de vogelvallei aan te leggen. Een vogelreservaat van 21 hectare groot. Het zijn eilanden met hele lange oevers. We hebben aan de horizon op dit moment in beeld een nestelwand voor de oeverzwaluw. Dit is een ideale omgeving voor vogels om te broeden. Het broedseizoen begint weer een beetje op zijn einde te lopen zo langzamerhand. Maar het zijn vooral de vogels die uitrusten. Als je als vogel naar de Nederlandse kust vliegt, dan is eigenlijk het eerste wat je tegenkomt de Maasvlakte. Ja, en als je dan onder je zo'n aantrekkelijk gebied zit, een soort privéhotelrestaurant met heel veel soortgenoten, dan is dat een mooie plek om hier te landen. Zoiets ontstaat natuurlijk niet zomaar. Ik moet één man in het bijzonder even noemen. Gerry Bakker, ecoloog is hij. Hij is hier op de Maasvlakte een jaar bezig geweest met het tellen van vogels en het observeren van vogels. En nou doe ik een heleboel mensen tekort, dat weet ik ook wel, want er hebben nog veel meer mensen aan meegewerkt. Maar uit al die observaties en al die tellingen is uiteindelijk deze ideale situatie, de Vogelvallei, ontstaan. Heel dichtbij liggen ook nog de Slikken van Voorne. Dat is een Europees beschermd natuurgebied. 5 vierkante kilometer groot. Dat zijn zandplaten voor de kust bij Rokanje en Oostvoorne. De zeehonden kun je daar onder andere vinden en de roodkeelduiker. En ongeveer 5 kilometer in die richting heb je dan ook nog hele mooie paddenpoelen met bijzondere orchideeën, beschermde orchideeën ook. Nou, heb ik je enthousiast gemaakt, dan zou ik zeggen, kom die haven en kom de Maasvlakte een keertje bezoeken.